Nee, het gaat goed. Hallo, good morning. Het is donderdag vandaag. En ik ben even Yola de eten aan het maken. En ik ben zelf een broodje aan het eten. Dus een lekker muziekje erbij. Want ik heb goed geslapen. Dus ik heb zin in deze dag. Gisteren zo'n leuke dag gehad, hè? Ja. Het was zo gezellig met je. Dat zat elke dag maar. Ja, hè. Hallo, goedendag. Ik ben onderweg. Ik rijd nu op de A10 bij Amsterdam. En ik werk vandaag eigenlijk de hele dag in Amsterdam-Oost zo'n beetje. Nou, niet de hele dag, maar wel een groot gedeelte. Ik begin bij Mason PR. Dat is een PR-bureau waar ik een afspraak heb voor een rondleiding. En dat vind ik super leuk, want ik ben daar wel een keer eerder geweest bij de opening. Maar toen was het heel erg druk, dus toen kreeg ik niet echt de kans om nou eigenlijk precies te snappen hoe dat allemaal zat. En ja, nu ga ik daar dus wat over horen. Daarna heb ik afgesproken om te lunchen met Roos van de Happy Family. Die heeft ook een YouTube kanaal. En ik vind dat een hele leuke meid. Dus ik vind het heel leuk om een keertje met haar te gaan lunchen. Om elkaar nog wat beter te leren kennen. En daarna ga ik gewoon even lekker editen ergens. Of misschien daar waar we hebben afgesproken. Dat zullen jullie zo wel zien. En dan ga ik door naar nog een ander pers-eventje van een opening van Vegan Junk Food Bar. En dat vind ik echt heel erg leuk. Omdat ik natuurlijk ja, een beetje bezig ben met proberen gaandeweg vegan te worden. Of in ieder geval ben ik vegetarisch geworden. Dus, I'm gonna take you with me. En ik heb er heel veel zin in. Lekker even wat anders doen. Lekker even de deur uit. En dan de burger. En dat is echt de vegan muesli. Dus deze granola is niet gebakken in honing. Dus deze is helemaal oh ja, dus dit is echt die. Dus als je echt voor die vegan lifestyle wil gaan, dan moet je deze combineren met deze. Met die, ja. En in de verpakking zitten ook van die velletjes zoals hier. Ja. En dan kan je dus heel secuur, zeg maar met een mascara borsteltje of zit hier ook in, heel secuur je wimpers zwart verven. En dan kan je dus wanneer je een dag geen make-up op hebt, oog je toch iets. Tenminste, als ik helemaal geen make-up op heb, dan zijn mijn wimpers echt, nou ja. Niks, ja, bij mij ook. Ja, dat is gewoon twee ronde ogen. Terwijl ik wel lange wimpers heb, dus eigenlijk is het zonde. Maar ik moet toch mascara opdoen om ze te kleuren. Precies, inderdaad. Ja. Je handen worden echt heel zacht, je verbaast je echt. Ja? Maar goed, je moet dus eigenlijk dan boven een wasbak doen, omdat je meteen kan lekker ook kan afspoelen. Ja. Maar dat is echt de magic manicure van Alessandro. Het is echt top. Zo, als ik het goed uitspreek ben ik nu bij Bar Botanique. Superleuk tentje. Hier kun je ook buiten zitten. Dus dat zullen jullie zo verder wel zien. Oké, ik loop bijna onder een scooter. Kijk, daar zijn ze. Oh, ik ben helemaal verwilderd. Daar zijn ze. Yay, dat is Roos. En ik ben het nou weer vergeten. Marielle. Zo gezellig. Ik heb nog een cadeautje voor je. Ook nog een cadeautje. Ja, voor de bouwje. Maar ik heb helemaal geen cadeautje voor jou. Nee, maar ik krijg geen kind. De enige manier waarop ze slapen, dan moet ik dit echt hebben. Dit is oh, hartstikke bedankt. Oudje. Hoi. 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 Ik voel zich helemaal thuis hier, want ze is Curaçao gewend natuurlijk. Oh, heerlijk. Nog even. Plus we zitten naast de opvoedpolitie. Ja, de opvoedpolitie, maar dat was gewoon een stille hint voor jou. Dit is een... Heeft hij ook een klepje dat hij om kan... Oh, wauw. Ja, je kunt er ook zo'n kap zeg maar achter hier nog opzetten, maar dat vind ik niet fijn. Maar deze is... hier zit een stabilisator in. Dus als je zeg maar... Oh ja, ik geweldig. Ik had elke keer last met de kids, dat ik ze zeg maar, dan kon ik ze niet snel genoeg volgen. Ja. Dus nu kun je zo doen en dan gaat hij heel... Oh, wauw. Ja, beter beeldkwaliteit.
Zo, dat was echt super gezellig en ik heb nog even lekker kunnen editen. Dus nu ga ik door naar het volgende. En dat zullen jullie zo wel zien. Maar nog even over Roos. Echt heel erg leuk. Van de Happy Family YouTube kanaal. Ze heeft ook meegedaan aan het tv-programma Straatarm Steenrijk. Waarbij ze dus ging ruilen met een ander gezin. Heel bizar. Dus zeker even kijken bij haar. Nou, ik ga weer verder. En ik ben heel benieuwd hiernaar. There we go. Op naar de nieuwe vegan junkfood bar. Op het Marie Heinekenplein. Je weet wel, daarachter de Heinekenbrouwerij. Ik ben sowieso ook nog nooit naar de andere vestiging geweest. Dus I don't know what's waiting. Maar het is vegan food, dus het is sowieso goed. De taart van mijn tante. Nou, hoe leuk. Daar moet ik echt een keer heen met Laura. Dat is echt zo'n taartenfanaat. Een taartenfreak. Ik zit hier met mijn OneFit abonnement inlog. Om te kijken of er misschien nog ergens een leuke les is. Maar het is 7:50. Ja, het is pas 7:50. Maar het voelt alsof het een uur of 2 s'nachts is. Zo moe ben ik alweer. Dus ik ga heel even naar de auto. Heel even nadenken. En anders ga ik lekker naar huis. Ik denk dat dat hem eigenlijk vrijwel zeker gaat worden. Lekker naar mijn mannetje en Joltje. Alhoewel, die ligt al in bed. Nu. À la nu. Zo, ik ben alweer lekker thuis. Snel naar Bart toe. Misschien kan ik Jola nog net een kusje geven. Ik vond het toch wel lekker om naar huis te gaan. En ik had samen met Bart besloten dat ik niet hoef te sporten. En dat we morgenochtend samen gaan sporten. Dus dat gaan we doen. Echt waar. En deze dag nog even vegan afsluiten. Want eigenlijk stond de hele dag wel een beetje in het teken van vegan eten. Zo, ik kom net binnen. En Bart, ik wil even iets tegen je zeggen. Ja? Heb jij de reacties vandaag gezien op de video? Over mijn jasje. Over je jasje. Goed zo, dames. Hartstikke bedankt voor die reacties. Ik zou er nu wel aan moeten geloven, dus. Je moet dat jasje vaker aandoen. Vaker dan die ene keer. Huh? Oh, jij hebt dat ook gezien, zeker in de vlog. Dat ik daarover klaagde. Hey, vet hè, dat hij het doet weer. Ja, maar nou staat hij weer helemaal uit elkaar. Ja, maar ik heb hem gevraagd. Hij doet het weer. Ik ga hem weer in elkaar zetten. Wow, Bart. Halleluja. Zelf. En Bart heeft ook gisteren, maar dat was na heel veel zeuren, de tent een soort van weggehaald. Okay. Ja, hij ligt hier niet meer. Nee, hij ligt nu daar. Hey, het is wel 2 meter dichter bij de tuin waar ik hem nog uit moet hangen. Maar dat is alleen een gedeelte. Het andere gedeelte ligt wel al op zolder. Ja, dus dat. En dat moet ik nog in de tuin even doen, dat het kan drogen. Want dat zal nog vast niet drogen. Ja, moet je vooral nu doen. Nee, als we nu het elke dag regen. Ja, hallo, het moet toch. Schat, we hebben een uitnodiging voor volgende week voor iets heel chiques. Die heb ik persoonlijk gekregen, omdat ik zo knap ben. Ja, dus daar hoef ik niet mee. Nee, ik ga alleen. Oké, later. Maar dan moeten we oppas regelen, dus I don't know hoe we dat gaan doen. Anders moet ik met een vriendin. En dit cadeautje hebben we gekregen van Roos. Heel lief, kijk wat het is. Pabo. Pabobo? Is dit van de Pabo? Kijk gewoon hoe het eruit ziet, dan zie je toch wat het is. Zeester, het is een bekertje of zo. Nee, kijk gewoon naar het plaatje. Projector, oh vet, dan kan je gewoon op, dat is vet. Zij zegt, mijn kinderen... Dat is leuk voor de kleine. Dit is het eerste wat mijn baby stil heeft gekregen, zei ze. Zo eens proberen. Nee. Nu al. Zo niet. Nee, het gaat gewoon in een doosje voor de babyspulletjes. Zet het vanavond in de slaapkamer. Nee.
wil het zelf gebruiken. Oké, ik ga even een vegan muslietje maken. Je weet dat het 8:15 is? Ik heb trek. Kijk, dit is de haver vegan milk. En die ga ik nemen met deze speciale vegan my musli editie. Ja, dat ga ik gewoon doen. Ik moet gewoon een echt jasje. Lekker? Ja, maar wij drinken altijd al plantaardige melk. Maar het is wel heel lekker deze. Dit is haver. Haver, ja. Dan die amandel. Nou. Je hebt dus amandel. Nou, er zit nu musli erheen, dus dat is moeilijk. Anders moet je even proeven zonder iets. Amandel, haver, hazelnoot, kokos en rijstmelk. En sojamelk. Zes verschillende... Die hazelnoot met rijst laatst is lekker. Maar dat is wel weer denk ik een beetje te heftig voor dit. Ja, dan krijg je te veel smaken door elkaar. Mm-hmm. Mijn krullenbulletje. Ik hoorde altijd in mijn nek of in mijn oor, hoor ik. Echt zo'n zucht, zo van, je bent er. Ja, dat is getrouwd, hè, Dix. We gaan Designated Survivor kijken. Season 2. Zo denken Amerikanen dus dat wij Nederlands praten. Oké. Komt-ie. Waarom zei je dat ik geen taxi ben? Ik heb geen nodig. Ik heb haar. Dus, dankjewel voor het kijken voor deze vegan vlog. En tot morgen! Abonneer hier beneden, schaders. Doei! Doei! Doei!